Katwijk spelend zonder de geschorste Hans Zwaan. En ook Marco de Ridder was er niet bij. Albert de Haas was wel van de partij. En hij is het die hier de voorsprong voor de Katwijkers laat aantekenen. 1-0 in de 20ste minuut. Albert de Haas, de vervanger van Hans Zwaan, die nog 3 wedstrijden na dit duel langs de kant zit vanwege die rode kaart tegen Roda. De 1-1 dan, 10 minuten voor de rust door Raymond Buijs. Hij brengt de ruststand op het bord en trekt het shirt erbij uit op die lekkere zaterdagmiddag in Katwijk. Tweede helft met de corner en het is uiteindelijk de bal die weggekopt wordt uit de verdediging van Rijnsburg. En dan weer door Katwijk wordt ingebracht. De kopbal is mooi en vrij van Jeffrey Tetro. En dan is het 2-1 voor Katwijk in de 60ste minuut. Ploeg van Bob Kootwijk wil dan doordrukken, maar Rijnsburg dat is een taaie tegenstander. En in diezelfde minuut nadat Katwijk die voorsprong nam, is het Steve Faber die weer gelijk maakt. En dan is het 2-2. En ook dat shirt gaat bijna uit. Want Rijnsburg is natuurlijk blij om bij een titelkandidaat Katwijk de zaak gelijk te houden. Kwartier voor tijd dan, in een doelpuntrijke wedstrijd. Dat merkt u. Weer Albert de Haas. De vervanger dus van Zwaan. Hij scoort 3-2, een kwartier voor tijd. En Katwijk houdt het daarmee vol tot de 90ste minuut. En lijkt dus de 3 punten binnen te hebben. Maar dit is de blessuretijd. De 92ste minuut. En het wonder voor Rijnsburg gaat geschieden. 3-2 is de achterstand. Maar Martin de Haan, die gaat u zo de gelijkmaker zien binnenkoppen. In blessuretijd zorgt hij voor de eindstand bij Katwijk Rijnsburgse Boys. 3-3. En 6 doelpunten dus op Sportpark de Krom. En dat nog zonder Hans Zwaan. Dan Kozakkenboys Kloetingen 1-0. En ARC Heerjansdam, dat werd 1-1. Een doelpunt van ARC kwam van Ruud Bos. De stand in de hoofdklasse A. Scheveningen neemt wel erg ruim afstand nu. 8 punten is de voorsprong op ASWH. Achillesveen is derde, maar heeft 2 wedstrijden minder gespeeld. Die ploeg kan dus nog iets klimmen in de richting van Scheveningen. Katwijk valt weg, is nu 4e met 23 punten. En 5e is heel knap FC Lisse.